beginnen met de uitslagen natuurlijk. Raymond van Barneveld tegen Terry Jenkins, 6-8. Lewis tegen Taylor, de kraker die misschien niet helemaal een kraker werd, 8-2. Anderson Whitlock, 8-5. En Webster Waite, 8-3. En dat betekent dus dat de beide debutanten in de Premier League hun partijen weten te winnen. Kijken we naar de stand. Lewis, Webster, Anderson en Jenkins, zij winnen hun partij. Edwin Lewis bovenaan, omdat het leg difference voor hem het beste is. En dan Van Barneveld op een vijfde plek. Whitlock daarachter, Waite en Phil Taylor. Jawel, het is een zeer ongebruikelijke kaart onderaan de ranglijst. Volgende week krijgt hij een herkansing. Maar dat zal geen gemakkelijker worden, want hij moet dan gooien tegen Mark Webster. En Webster is niet alleen in vorm, maar hij schakelde Taylor ook nog uit op het afgelopen WK. Dat belooft dus nog wat. Verder moet Van Barneveld tegen Whitlock. Beiden gaan op jacht naar hun eerste zege. Het is Waite tegen Lewis en Jenkins tegen Anderson.